Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias en Milan van Dongen, in ons busje het land door. Op zoek naar de hoofdrolspelers uit het Nederlandse voetbal. We praten met ze over wat er op het veld gebeurt, maar ook wat ze buiten de lijnen bezighoudt. In Freesia en Milan parkeren de bus. Wat is het hier mooi? Mooi, idyllisch. Enkhuizen, ik wist dat helemaal niet. Nee, ja, ik kende dit al, omdat wij hadden een zeilboot vroeger. En dan gingen we altijd in de zomervakantie best wel veel zeilen door heel Nederland. Jij en... kent alles weer, hè? Nou ja, nee, ik wil niet wijsneuzig zijn. Maar het is hier... Mooi. En dan gingen we naar Friesland, Enkhuizen en zo. Ja, echt Zuiderzeedorpje, hè? Ja? Stad. Stad. Stadsrechten. Pas nou wat je allemaal zegt, ja. Hè? Ja, dan sorry. Krijg je weer te horen. Mm-hmm. We gaan de mensen niet voor de gek houden. Ja, kom er maar in. Ja, jongens, Milan is alweer op vakantie. Ik ben op dit moment op Sardinië. In Sardinië, op Sardinië. Op Sardinië, ja. Tenminste, als ik veilig aankom. Ja. Ja, maar jij bent ook gewoon met vakantie geweest. Alleen dat was niet tijdens de opname van de podcast. Ja, ik ben gewoon inderdaad voor het WK voor vrouwen ben ik even 2 weken op vakantie geweest. Ja, en wie was er toen keihard aan het werk? Dat weet ik niet. Nou, dat weet ik ook niet. Volgens mij niet hoor. Nee, nou volgens mij was jij toen niet hard aan het werk. Nee, een beetje aan het werk. Was aan het werk, maar was gewoon een beetje aan het werk. Maar goed. Dus we hebben deze gewoon al iets eerder opgenomen. Ja, maar wel met een bijzonder verhaal, met denk ik. Met een bijzonder verhaal. Lorenzo Ebesilio? Ja, jeetje. Wat is het eerste waar je aan denkt bij hem? Ja, Ajax, maar toch wel dat verhaal in Rusland. In Rusland, twee vrouwen, twee verschillende vrouwen, twee kinderen op dezelfde dag geboren. Ja, je verzint het niet. Ongelooflijk. En die dat het ook nog in een Russische tv-show gaat vertellen dan, weet je wel. Dat vooral. Dat op televisie wordt besproken, lijkt me verschrikkelijk. Ja. Kijk, het is niet chic. Nee. Maar, ja, dat was best wel groot. Nee, en ik ben benieuwd hoe het nu met hem gaat, want hij was bij Emmen bezig om nog zijn carrière nieuw leven in te blazen. Maar dat ging mis. Of ze kwamen er niet uit. Nee, niet uitgekomen. Nee. En, maar toch, of waar denk jij aan? Ja, ik denk gewoon Ajax. Ik denk ook aan het verhaal wat jij net vertelde. Maar ik denk ook vooral aan Ajax. Dat hij ineens uit het niets kwam met Van de Boer. En gewoon ineens als broek in die kampioenswedstrijd speelde. Ja. En won. Supersnel. Ja. En ook al die clubs waar die is geweest, bizar. Niet normaal, hè? Nee. Nou, we gaan het zo allemaal bespreken, maar hoe je er allemaal terecht komt, joh. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd ook hoe het met hem is. Want we staan hier nu voor de sportschool waar hij werkt, in Enkhuizen. Ja, dat is van een vriend van hem. Yes. Dus eens even kijken of we hem kunnen vinden. Achterin. Moment van de week. Op een dag als 3 oktober 2018 schrikt de gemiddelde voetbalkijker wakker bij een Champions League wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado. In het Franse Park van de Prinsen hebben kroonprinsen Neymar, Cavani, Di Maria en Mbappé al gescoord als er een Nederlander in de 73ste minuut klaarstaat om in te vallen. Oh, voetbalt die daar tegenwoordig? Is de gedachte van de gemiddelde voetbalfan. 23 seconden later verzorgt de oudspeler van Ajax met buitenkant voet de assist voor de enige Servische treffer van de Champions League avond. Op dat moment zou je niet verwachten dat de behendige dribbelaar nu zijn dagen doorkomt als personal trainer van een gym in Enkhuizen. Maar elke voorspelling over het carrièrepad van de oud-Ajaxiet zou sowieso onbegonnen werk zijn. Oekraïne, Rusland, Azerbeidzjan, Cyprus, Japan, Servië en Griekenland. Had daar een weddenschap op afgesloten en je was multimiljonair. En kan je rijden in een Ferrari in plaats van een Renault Clio. Meer hoor je van onze man in de bus, Lorenzo Ebesilio. Ja, Renault Clio, dat rijmde op Ebesilio. Dus, ja. Hij moest van ver komen, maar dat was hem. Goed je te zien. Dankjewel, jullie ook. Ja. Lang geleden. Ja, iedereen weet wel wie je bent natuurlijk. Maar best wel een tijdje ook uit beeld eigenlijk. Ik weet niet of je helemaal uit beeld bent, maar... Zou iedereen weten wie Lorenzo is? Nee, dat lijkt me wel, toch? Nou, ik zat te denken, zeg maar jongere kijkers die de laatste jaren niet veel voetbal... Of ik bedoel, de jaren daarvoor, of de laatste jaren veel voetbal volgen, maar de jaren daarvoor wat minder. Zouden die het nog weten, denk je? Maar de generatie van nu een beetje valt wel mee. Ja. Weet het vaak niet. En dan moeten ze vaak herinnerd worden door hun ouders. Van, dat was Cecilio van, je werd kampioen en zo. Want we zien jou sowieso niet zoveel in de media eigenlijk. Toch? Nee, niet meer. Nee. Ik denk, de laatste keer was Emma een beetje. Ja. En nog wat interviews geven. En, ik had goede hoop, maar het is anders uitgepakt. En ja, vandaar ook... dat ik alles een beetje heb opgepakt, weet je.
personal training en jeugdtrainer van onder 17 bij FC Always Forward. Ja, in Hoorn. Dus het was wel moeilijk om het voetbal los te laten. Echt professioneel voetbal, maar weet je, op een gegeven moment heb je er vrede mee. En, omdat je gewoon echt nog graag een keer wilde, zeg maar. Ja, ik heb het gewoon nog in me, weet je. Zelfs nu nog, ik heb het nog in me. Maar ja, om echt nog op het niveau te komen van Eredivisie, weet je, of Europees niveau, dan moet je wel echt aan de bak, weet je. Elke dag trainen, uren maken, goed rusten. En ja, dat zat er ook niet echt meer in. Nee, want je bent 31. Vorig jaar zagen we je bij Emmen. Toen toen had je, geloof ik, toen zei je, had je in de voorbereiding was je topscorer. Klopt. En het leek erop alsof je daar een contract zou gaan tekenen. Ja, ik eerlijk gezegd, ik sprak met jongens, met Sivkovic en meerdere, weet je. En we zeiden van, die jongens dachten ook wel van, komt goed, weet je, je komt er straks wel bij. Maar dat gevoel had ik ook wel, ook omdat ik wel echt mijn best deed. En ik kwam van tweede divisie, Cyprus, twee keer trainen in de week en even lekker je wedstrijdje spelen. Naar, Emmen weer twee keer per dag. En het gaat niet in je koude kleren zitten. Nee. Dus uiteindelijk zijn we er niet uitgekomen en dat is jammer. En daar stopte eigenlijk het avontuur als profvoetballer? Ja, dan ga je nadenken en je gaat denken van de afgelopen 3 jaar, wat heb ik nou gedaan? Weet je, dan voor mijn gevoel heb ik echt stilgestaan. Want als ik ergens zat, dan kreeg ik er misschien niet betaald. Weet je, op een gegeven moment denk je, oké, ga hier ook weer pleiten en dan ga ik het daar weer proberen. Nou, ik heb zelfs nog even DHC gezeten. Club van Wesley Sneijder. Ja, was, het gevoel was gewoon niet, het was hier niet meer. Om echt nog een beetje je best te doen. Nou, en spelen dan tweede divisie, toch, volgens mij? Derde divisie, geloof ik, ja. Maar om steeds mijn bed uit te komen en... Ja, ook al was het maar 2 keer of in de avond naar Utrecht te rijden en weer terug naar Hoorn. Nee. Dus je bent officieel gestopt als profvoetballer? Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja, hele lange tijd ook minder natuurlijk. Ik heb gesproken over mijn depressie en ik denk dat de meesten dat toch wel hebben gelezen. En mensen steunen je dan, maar ondanks dat mensen je steunen, weet je, dan... Ja, moet je gewoon echt heel veel met jezelf bezig zijn. Je moet de juiste keuzes voor jezelf maken. En toch ook wel een beetje een vertrouwd kringetje om je heen creëren. Mensen die je kan vertrouwen. En moet je er wel gewoon weer uitkomen, toch? Ja, want je bent inderdaad open geweest over mentale struggles. Ja. Had je daar eerder ook wel eens over getwijfeld om daar open over te zijn? Ik heb altijd een adviseur gehad waarmee ik heel lang samen heb gewerkt, 8 jaar. En hij was denk ik de enige tegen wie ik wel echt eerlijk was en bijna alles vertelde. En hij begreep me aan de ene kant ook wel, maar er was ook een andere kant die, had het beste met mij voor. Dus dan in zijn gedachten kon hij niet alles begrijpen in mijn levensstijl en wat je ook maar doet. En, op een gegeven moment ging het gewoon de verkeerde kant om. Ik kon niet met tegenslagen omgaan en was het gewoon weer even zoeken naar mezelf. Ja, want qua levensstijl dan heb je het gewoon over andere keuzes maken. Misschien een beetje vlug gedrag daarin. Is dat het dan? Of? Ja, ik weet niet of je het zo moet noemen. Maar een klein voorbeeld. Ik zat in Japan, weet je. Ik ben onterecht ontslagen. Ik had me een keer verslapen. Het kan gebeuren, toch? En toen heeft de trainer gezegd. Het was een trainer die kwam uit Paraguay. En het was niet de trainer die mij daar naartoe had gehaald. En toen was het gewoon heel simpel. Directeur, hij kan zijn spullen pakken en vertrekken. Gewoon na 1 keer meteen? Ja. En het was toch wel zonde, want echt mooi land. Ik voelde me daar gewoon echt op mijn gemak. En toen ik daarheen ging, dacht ik, ik zie mezelf nog wel 5, 6 jaar hier zitten. Ja, want dat avontuur is... Na 8 maanden gestaan. Ja. Ja. Ja, want dat avontuur is eigenlijk... Nou, niet je meest recente profavontuur, want daarna nog in die tweede divisie geweest in Griekenland. Ja, klopt. Wat zijn nou 2 keer in de week trainen? Ja, 2 keer in de week. Maar, dan denk je ook, waar ben ik beland? Ja, ik wist niet echt wat ik moest verwachten. Ik ben gebracht door een zaakwaarnemer die ik van vanaf jonge leeftijd kende. En ik zal geen namen noemen, maar die heb ik ook wel echt gezegd, weet je. Ik zeg,
achteraf denk je niet bij jezelf van hoe heb ik deze jongen hierheen kunnen brengen, weet je. Ja. Maar als je het ook hebt over dat je, nou ja, dat je het moeilijk hebt gehad. Hoe goed gaat dat dan samen met, want het lijstje aan clubs waar je bent geweest. Zoveel verschillende plekken, landen. Zal ik hem even opnoemen voor de mensen die het vergeten zijn? Noem maar even op. Wil je de jeugd er ook nog bij doen? Nee, dat is niet. De jeugd is in Horen bij Hollandia en de Blokkers en zo. Ja. In de jeugd van AZ. Ook belangrijk. Toen weer even terug naar Hollandia. Uiteindelijk jeugd Ajax. Nou, daar 2 keer kampioen geworden met Frank de Boer. Ja. Op een gegeven moment naar Metalurg Donetsk. Kabala, FC Kabala, Mordovia, Saransk in Rusland, Kabala is Azerbeidzjan, Anji Magashkala in Dagestan, Apoel Nicosia, Cyprus, Rode Ster, Belgrado, Servië, Jubilo, Iwata, Japan, nou, daar ging het net over, Agironas, Liopetri, Cyprus, dat is hem, ja. Tweede divisie. En ook nog AS Makedonikos. Of nee, die telt eigenlijk niet. Dat ging op de laatste dag niet meer. Oké, okay. Nou, de Agironas, Liopetri, tweede divisie Griekenland, Cyprus. Klopt. Dat was de laatste. Dat was hem totaal niet. Dat was hem totaal niet. Nee. Toen maar nog even FC Emmen niet gelukt en DHC bij Wesley Sneijder. Ja. Dat was bij, weet je, bij DHC was het gewoon meer gevoelskwestie. Precies. En ik dacht, weet je, klaar zo. En, Maar zoveel verschillende plekken. En als je dan, zeg maar, ja, gewoon niet helemaal fijn voelt, lijkt me wel lastig als je op zoveel verschillende plekken bent om dan ook weer terug te komen bij jezelf en een beetje tot de kern. Nou, weet je wat het was? Het was meer van, ik heb echt veel clubs gehad, weet je. En je hoeft het helemaal niet slecht te zien, weet je. Want bij heel veel clubs is het gewoon goed gegaan. En we hebben gepresteerd, we hebben Europa League gehaald, laatste 16, toen met Apoel. Rode Ster, na 28 jaar was het volgens mij 26 jaar weer Champions League. En ik denk mijn 3-4 jaar in Rusland waren niet mijn beste jaren. Nee, want het begon allemaal heel voorspoedig toen je doorbrak bij Ajax. In de jeugd van AZ ging het ook niet altijd even, daar werd je geloof ik weggestuurd, hè? Ja, het ging juist. Het ging eigenlijk hartstikke goed. Ja. Alleen op een gegeven moment eindigde dat avontuur. Ja. Toen heb je bij Ajax teruggeknokt. Maar eerst nog Hollandia. Eerst nog Hollandia. Ja. De jonge Lorenzo, die had net als elk kind dromen, verwachtingen van het voetballeven. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, vanaf kleins af aan, weet je. Ik ben door mijn oma opgegroeid. Bij mijn oma opgegroeid. Ja. Met mijn ooms, mijn tante. En gewoon, je kent het wel, zware jeugd. Weet je, je hebt niet altijd de centen om maar, weet je, te doen wat je wilt. Of even goede boodschappen te halen. Want je leeft gewoon met 4 mensen, 5 mensen in 1 huis, weet je, een klein huisje. En Hoe was het met vader en moeder? Waar waren die? Mijn vader was er nooit. Nee. En mijn moeder, ja, die was er soms wel, soms niet. Weet je, mijn moeder heeft elkaar verleden gehad. En weet je, we zijn allemaal niet perfect. Dus dat neem ik haar ook niet kwalijk. En nu is ze er wel. Dat is het belangrijkste. We gaan gewoon verder met z'n allen. Maar het was geen gespreid bedje waarin jij, waarin jij op moest groeien? Nee. Nee. Weet je, af en toe slaap je op de grond, af en toe slaap je op bed. Dat is een beetje het leven, ja. Weet je, de meesten die dit straks zullen horen, die kunnen zich daar wel aan linken, denk ik. Ja. Voor jou ook als voetballer begon het eigenlijk best wel zwaar natuurlijk. We kennen Daley Blind, Eriksen met een kastje. Jij echt op super jonge leeftijd. Echt bizar hoe dat, je weet het zelf dus ook niet meer precies wat er gebeurd is, toch? Of? Nee, dat klopt. Ja, want het is je verteld. Ja. Ja, en dat was bij de tandarts, toch? 13-jarige leeftijd, klopt. En wat gebeurde er toen? Nou, ik was met mijn jongere tante, oude oom, waren we bij de tandarts. En ik was met mijn tante aan het wachten in de wachtkamer. Nou, dat is me dus ook verteld, want ik wist hem echt niet meer. En in één keer begon ik te schuimen en viel ik neer. En mijn tante zei, hou op met die geintjes van je. Want vroeger hield ik best wel van, stomme geintjes. En ik krijg geen lucht meer. En toen gebeurde het dus echt. En had ik geluk dat het bij de tandarts was en die begon gelijk met reanimeren. Op 13-jarige leeftijd? Ja. En toen is er eigenlijk meteen een kastje geplaatst? Ik heb eerst een maand lang onderzoeken gehad in het AMC. En daar kwam helemaal niks uit. En toen hebben ze besloten een ICD te plaatsen onder mijn borstspier. Aan deze kant. En tot de dag van vandaag heb ik hem nog. Ja. En je was toen al goed aan het voetballen? Ja.
En toen zeiden ze waarschijnlijk tegen je van, nee, dat voetballen gaat hem niet worden. Ja, ik kwam weer, weet je, toen mocht ik het ziekenhuis uit en hadden we een gesprek bij AZ. En wat letterlijk gezegd werd, was dat ik niet door de medische keuring zou komen. En ja, dat begreep ik als klein kind ook al niet. Ik dacht, het gaat zo goed. Ik ben bijna elk seizoen topscorer. En, ja. Ze hebben het juist gefixt, zeg maar. Ja. En toen, toen mocht ik pleiten. Maar wat ik zo bijzonder... Je hebt natuurlijk best veel tegenslagen gehad in het leven. Daar komen ze ook nog wel op, hoor. Maar dit was misschien wel een van de grootste tegenslagen in je leven. Dat je daar zo knap van hebt teruggevochten. Ondanks wat je net zei, dat je zo'n best wel moeilijke jeugd had. Ja. Waar haalde je die kracht vandaan? Ja, waar had ik die kracht vandaan? Voor mij was er niks anders, weet je. En ik was ook niet... ik vond het ook niet fijn op school. En we waren echt gefocust. Maar Roland Alberg, natuurlijk. Dat is mijn oom. Ja. En, die was er ook bij, niet bij de tandarts. Ja, klopt. Nou, wij waren elke dag met de bal, of het in de winkel was of op het veldje. En kwamen we weer met kleren vol met modder, kwamen we thuis. Was mijn oma niet blij mee. En zo zeiden we eigenlijk tegen elkaar, weet je, van later, we gaan het gewoon halen. En ik was toen de eerste die debuteerde bij Ajax. En dat was niet te beschrijven, want ik had het echt nooit verwacht. Hoe ging dat debuut bij Ajax? Vitesse. Weet je nog dat de boer voor het eerst naar je toe kwam en zei van... Ja. Nou, hij zei allereerst van, je gaat morgen mee met de selectie. En hij heeft toen nog niet gezegd dat ik zou spelen. En de volgende dag, bij het ontbijt, zei hij van, je gaat starten. En toen was ik wel zenuwachtig. En vandaar ook na 70 minuten helemaal kapot. Dus ja, dat was een beetje mijn debuut. Ja, en een half jaar later was je ineens kampioen. Ja, dat was absurd. Het voelde wel een beetje aan alsof het wel, weet je, ik ben altijd... vol zelfvertrouwen en weet je, ik speel nu bij Ajax en in het eerste en wij gaan gewoon kampioen worden. Zo was het elk jaar voor ons. En dat werden we toen ook. En toch wel ook, moeten we wel zeggen, van Vertonghen deed het echt. Top toen, Siem de Jong. Weet je, dat waren wel de jongens die ons erheen... Ja, dat is nog steeds een van de meest legendarische wedstrijden die Ajax ooit gespeeld heeft. Zo. Nou ja, in Nederland dan, laat ik het zo zeggen. Ja. En daar was je toch bij. Ja. Ik verloor eerst nog de bekerfinale. Ja. Week ervoor. Ja. Echt zuur. Ik scoorde nog de eerste goal. En tweede helft nog, of in blessuretijd tegen de paal. En ja, toen scoorde die lange spits. Ik ben zijn naam even kwijt. Janko. Ja. 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 En in aanloop naar die kampioenswedstrijd kwam je ook nog in het nieuws. Yes, ik wist dat je het... Ja, toen dacht maar jij, dat is... ik ga nog even naar een vechtgala. Ja, je bent jong, weet je. Je doet dingen waar je niet echt bij stilstaat. En ja, toen werd ik bericht door, ik kom uit Horen, was een kickboxgala in Horen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even kijken en ik ga op tijd weg. Ik was al weg, uiteindelijk hoor ik dat er geschoten was. Nou ja, dan de avond, alweer, voor, ja. Avond voor die kampioenswedstrijd. Ja. Ja, toen kwam Frank de Boer nog naar me toe, de dag van de wedstrijd. Hij zegt, jongen, wat doe je nou? Hij zegt, zo'n belangrijke wedstrijd, dan moet je toch voor de dag gewoon in je bed liggen. Ja, ik wist niet echt wat ik moest zeggen, maar hij zei alsnog... Dacht je toen, je hebt gelijk? Of dacht je toen, ja, wil je wat ik dacht voor de wedstrijd doen? Dat ja, kon ik dacht goed. Moet kunnen. Ja. Maar dat is niet hoe het werkt. En dat heb jij uiteindelijk ook gemerkt. Zullen we even naar 15... We gaan naar 15 vragen. 15 vragen. Mijn allerbeste vriend of vriendin? Ja, dat... ik heb gezegd dat ik, je bent je eigen beste vriend of vriendin, weet je. Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes en wat je doet. En ja, je moet het beste voor jezelf willen, weet je. En als je dat niet wilt, ja, dan, weet je wat ik net zei, dan ga je het echt lastig hebben. En met voetbal ook, weet je, jij bent degene die moet opstaan. Niemand gaat iets voor jou doen, hè. Dus je wees daar heel bewust van. Ja. Wie is je idool? Ronaldo Nazario. De oude, de echte. Zeker weten. Kijk, nu wil ik hier dus weer op reageren. Maar dat gaan we dus zo doen. Ja, precies. Is goed. Favoriete zanger of zangeres? Chris Brown. Mooiste plek waar ik ooit ben geweest? Japan, Tokio. Mooiste liedje? Ik heb niet echt een liedje waarvan ik denk, oké, dit is mijn favoriet. Maar mijn voorkeur gaat uit naar Afrobeats. Afrobeats. Qua genre dan. Lievelingsfilm of serie? Power. Spannendste boek?
Ging jij nou uitweiden over een antwoord? Jij moet ook echt even je mond houden, man. Het spannendste boek, dat is het boek wat ik straks zelf wil uitbrengen. Gaan we zo even op door. Dat mag je ook niet zeggen. Hoogtepunt van mijn leven. Debuteren in Ajax 1. Een dieptepunt uit mijn leven. Dieptepunt van mijn leven, wat was dat ook weer? Ja, mijn hartstilstand en het overlijden van mijn vader. Lastigste tegenstander? Marco Verratti. Wat ik het liefste doe in mijn vrije tijd? Gamen. Favoriete gerecht? Nasi. Ik kan niet in het leven zonder... chocola en mijn familie. Wat niemand over me weet is... Wat niemand over mij weet. Nou, ik denk dat als je iets hebt wat je liever... Voor jezelf houdt. Ja, lief voor jezelf houdt. Komt ook in het boek. Ja, dan ja. Zo zeg maar, ja. Je wil niet alles verklappen, zeg maar, weet je. Dit ben ik in 3 woorden. Zorgzaam, koppig en soms wel een beetje mysterieus, denk ik. Goeie. Mag ik nu... Nu mag je helemaal los, Reen. Mag ik nu wat vragen stellen? Ja, maar kijk, weet je wat ik gewoon irritant vind? Ik voel dan gewoon, op dat moment dat je iets antwoordt, dan ben ik gewoon geïnteresseerd. Ja. En dat antwoord wil ik erover doorpraten. Dus ja, maar dat is het de hele podcast. Ja, al, dat je rustig kan praten. En dit is even... Verder, ik ben er nog even niet over uit over deze nieuwe... We gaan nog wel even een redactievergadering inlassen. Ja, precies. Een boek. Je wil een boek uitbrengen. Ja. Is dat iets waar je al een beetje concreet mee bezig bent? Of wanneer kwam dat een beetje, ging dat een beetje dagen? Nou, het begon wel... Ik denk een jaartje terug begon wel een beetje te kriebelen. Ik heb het heel veel met de mensen die dicht bij mij staan. Heb ik het heel veel over gehad. Maar ja, weet je, ik heb alle verhalen en ik weet een beetje wat ik wil in het boek. En ja, je hebt eigenlijk iemand nodig die dat voor jou gaat schrijven, weet je. Ik zie mezelf niet in mijn eigen boek zo in elkaar flutsen, nee. Maar die zijn er genoeg mensen die het voor je kunnen schrijven natuurlijk. Nou, ik hoop van wel. Ja, die kun je wel vinden. Ja. En wat zou je dan belangrijk vinden? Of hoe heb je het een beetje voor ogen, laat ik het zo zeggen? Ja, hoe heb ik het voor ogen? Ik breng niet echt, weet je, je ziet het wel vaker dat spelers misschien een boek uitbrengen. Maar weet je, ik wil ook erin duidelijk maken, weet je, hoe je misschien met dat soort situaties om kan gaan. Weet je, ik ben er nog niet helemaal uit, want weet je, we hebben het er constant over. Maar het moet geen even snel een boek en wat dingetjes vertellen en dat is het. Dat moet het niet zijn. Nee, dus gewoon de dingen die je hebt meegemaakt. Ja. Maar raakt het dan wel gewoon heel erg het voetbal of juist de dingen eromheen? Niet alleen voetballer. Het leven naast voetbal. Je kan het zo gek maken als je wilt. Ja, wat ik me ook goed kan voorstellen is, je bent op een aantal keren in het nieuws geweest. Ja. Bijvoorbeeld met zo'n kampioenshorloge. Ja. Dat staat dan op Marktplaats met jouw inscripties erin. Ja. En dat staat dan ineens in het nieuws. Dan heb je bij Ajax gekregen dat horloge en op een gegeven moment te koop aangeboden. En dan gaat het zo'n mediavlucht nemen die je niet kan controleren. Super snel. Wat zeg jij? Ik zat toen in Oekraïne. Ja. Met Danilo da Sousa, Gregory Nelson. En krijg je dat dan mee als bijvoorbeeld iets wordt opgepikt? Nou, ik lag te slapen, ik werd wakker en Gregory Nelson zegt ineens van... Hey, wat is gebeurd met... gewoon weggedaan. Weet je, ik was jong en wij kregen dat horloge toen gratis. Weet je, natuurlijk, als je er nu over nadenkt, zijn dingen die heb je wel... Dat wil je wel gewoon dichtbij je houden. Weet je, ook al ligt het in de kast of je hebt het nog steeds. Ja. Maar ja, als 18-jarige dacht je, we krijgen... zo wat gratis, je hoeft hem een klein beetje bij te betalen. En dan dacht ik, doe ik hem gewoon weer weg. Dan heb ik weer wat extra centen eraan verdiend. Want er is op een gegeven moment ook zo'n moment dat naar buiten komt. Die twee Russische vrouwen die daar die vertellen over dat ze allebei een kind hebben gekregen van jou. Is dat iets waar je überhaupt nog over wil praten? Het is natuurlijk iets wat op een gegeven moment in de Nederlandse media heel groot wordt gemaakt. Absoluut. Is dat dan iets waar je nog over wil praten? Waar je eigen verhaal over wil doen? Hoe werkt dat in je hoofd? Nou, iedereen heeft altijd zijn verhaal erover en zijn mening. En weet je, iedereen heeft er altijd wat over te zeggen. En het zijn mijn kids en hun hebben dat niet netjes gedaan. En weet je, ik ben ook niet perfect, ik maak ook fouten. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Ja. Ja, want het lijkt me wel lastig als dat zeg maar dus iets is, tenminste voor mijn gevoel, wat wel bijna iedereen weet. Toch? Ja. Terwijl het wel iets heel persoonlijks is. Ja, zeker. En...
Ja, we hadden het er net al even over. Ik ben nog steeds bezig met deze situatie. Snap ik. En, ja, tuurlijk. Ja, het, ik heb het eigenlijk gewoon een beetje gelaten. Want ik kan er nu niet zoveel aan doen. Dus ik heb het gewoon even voor nu een plekje gegeven. En straks gaan we weer kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja, het is natuurlijk een hele vervelende situatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij waarschijnlijk ook weer wakker wordt. Of denkt van, wat gebeurt hier nou? Dat zij dan de media zoeken om dat bekend te maken. Nou, ik ben benaderd door iemand van het AD. En die zei mij van, wil jij je verhaal daarover doen? Ik zei gelijk van, hij stuurde mij van, dit is het verhaal dat hun hebben gedaan. En ja, wat wil je daarop zeggen? En ik dacht echt van, ja, wat wil je horen, weet je? Ja. Ik kan je wel iets vertellen, maar straks staat er toch weer iets anders in. Dus ik zei, nee, ik heb niks gezegd. En nee. De volgende dag stond het overal. Ja. Ik denk, wat was het? Phoenix, RTL Boulevard. Ja, overal, werkelijk overal. Zo, is het zo groot nieuws. Hè? Het is natuurlijk ook een soort van sappig verhaal wat mensen... Ja, is het ook. Nou, is ik had, lekker ik had, vinden had, om te lezen, lekker ik, sensatie nee, maar ik, of zo. Ik had ook het idee dat juist omdat het zeg maar... Omdat dan dus twee kinderen bij een verschillende vrouw op dezelfde dag worden geboren, dat het daardoor... Of ja, dat speelt ook toch, mee. Daardoor had ik het idee dat iedereen zoiets had van dan klinkt het heel bizar of zo. Het is natuurlijk sowieso een... Het is ook een beetje apart, toch? Nee, zeker. Maar twee verschillende vrouwen en twee kinderen op dezelfde dag. Ja, ja. Maar ook dat vond je dus... vond je dus niet heel lastig dat heel groot is geworden? Nou, dat vond ik best wel... dat was wel een dingetje, hoor. Dat kwam echt overal. Ja. En, iedereen was maar aan het sturen. Gaat wel goed, want er stonden natuurlijk rellen rondom Ebesilio. En nog meer kopteksten, weet je, die gewoon niet klopten. En ik heb er ook niet op gereageerd. Nee. Dus dan krijg je iedereen die maar bericht van... ben je in Rusland? Gaat goed? Zit je in de problemen? Wat is er nou? Ik zei nee. Het is gewoon het nieuws gekomen en dat was het. Ik was gewoon in Nederland. Het zijn twee vrouwen die ervoor hebben gekozen om de publiciteit te zoeken, waarbij ze dat ook niet hadden kunnen doen natuurlijk. Dat is hun keuze geweest. Ja. Weet je, en... Ik zat te denken toen we hierheen reden, en ik weet niet of je daarover wil praten, maar het zijn jouw kinderen. Ja. En die wonen in Rusland. Ja. Dat lijkt me ontzettend moeilijk op dit moment. Ja, is het ook. Ja. Natuurlijk, ik heb je net gezegd, we willen het liefst een Nederlands paspoort regelen. Maar er zitten heel veel... Haken en ogen aan. Ja. Want er was een tijd dat je echt een tijd met ze doorbracht, toch? Toen je gewoon nog Rusland makkelijk in kon. Ja, ik kwam niet echt meer in Rusland. Mijn zoontje kwam heel veel naar Cyprus wel. Ja. En... ja, dat was het. Ja. En nu is dat even een stuk ingewikkelder. Ja. Ja. Hoe is dat? Ik snap dat je het moeilijk vindt om erover te praten. Als je er niet over wilt praten, is het ook helemaal goed, hoor. Ik bedoel meer te zeggen van, wat moet ik er eigenlijk echt over zeggen, weet je? Want dit is de situatie. Mijn kinderen zijn in Rusland. En de moeder van mijn zoon is in Amerika. En eentje is in... Liedje Turkije met haar nieuwe vriend. Dus je weet, communicatie gaat soms ook een beetje stroef. Dus ja, dat is gewoon letterlijk nu de situatie. Ja. Ja. Ja, en je zou willen dat het anders was? Absoluut. Ja, precies. Ja. En dan lijkt het me ook lastig. Ja. Ander dieptepunt uit je leven, zei je, het overlijden van je vader. Ja. De hartstilstand hebben we het over gehad. Mijn eigen hartstilstand, ja. 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 En het overlijden van je vader, hoe... Maar ja, in details wilde niet alles vertellen. Nee, dat is ook niet, omdat, hoor. Mijn vader... ik leerde hem kennen. En mijn halfbroer die kwam naar me toe daarvoor en zei van... Ja, wil je vader leren kennen? En ik had eerst wel een beetje een soort haatgevoel of een beetje boosheid in me. En ik zei gelijk van, ben je gek of zo? Ik zei, nee, hoeft niet. Hoe oud was je toen? 13. 13, ja. En toen heeft hij me weer gebeld en hij zegt, het is wel echt je vader en hij wil je zien. En ik zei, nou weet je wat, dan kunnen we vanavond afspreken als hij echt wilt en gaan we zitten praten. En het klikt eigenlijk gelijk, weet je. En dat was wel mooi. En maar ja, kort daarna, ik denk anderhalve maand, twee maanden daarna overleed hij. Jezus. Ja. En kort daarna kreeg ik mijn hartstilstand, dus ja. Weet je, misschien kwam het door de stress of kon van alles zijn. Ja, dat weet je niet. Nee.
Ja. Wanneer ging het eigenlijk het best? Wanneer zat je echt in de flow van, dit gaat echt top en ik voel me goed. Ik heb het goed in de hand. In Cyprus wel. Ik heb natuurlijk een hele slechte ervaring in Cyprus gehad, maar ook heel... Die laatste ervaring was op Cyprus. Maar daarvoor, met Apoel. Toen zat Boy Waterman daar nog. En Boy is echt topgozer. En ik kwam daar en Boy kende mij niet. Nou, hij wist misschien wel wie ik was, maar niet echt. We waren geen vrienden of iets. En Boy heeft me altijd het hele jaar door ondersteund, samen met zijn vrouw. Weet je, ik had mijn eigen plekje daar en alles ging super lekker. Maar Boy was wel een beslissende factor voor mij. In de zin van, soms na training, of bijna elke dag na training, zei Boy Waterman van, wat ga je doen? Ik zeg, ik ga naar huis. En Boy wist al gelijk, nou, deze jongen gaat rijden misschien gelijk rechtstreeks door naar McDonald's. En, zo was ik wel een beetje soms. Nou, ik hou gewoon van eten en ik hou niet van om strak te leven. En dat zag je bij mij ook wel een beetje terug. En Boy was degene die zei van, ga lekker met mij mee naar huis, weet je, mijn vrouw heeft lekker gekookt. En dan hadden we altijd bij Boy thuis. Dus ik had heel veel structuur en weet je, het was gewoon na training bij Boy thuis eten. Weet je, met zijn zoontje Sky, heel veel spelen, voetballen. En ik was oompie Lori, weet je, en dat vond ik wel leuk. En aan het einde van de avond ging ik gewoon naar huis. En dan was het slapen en de volgende dag weer trainen. Dan was je zo volgestopt met goed eten dat je niet meer naar de McDonald's hoefde. Zijn vrouw kon echt goed koken, dus was voor mij echt top. Ja, dan is het eigenlijk gewoon die structuur van gewoon trainen en dan weet je... Maar je hebt ook iemand, weet je? Je hebt iemand. En Boy was echt wel iemand die uit zichzelf ging berichten van wat doe je of kom we gaan even daar happy eten, weet je. En dat hij dan een berichtje misschien stuurt van doe je rustig aan vanavond. Want morgen moeten we trainen, weekend hebben we een belangrijke wedstrijd. En van hem kon ik het accepteren. Weet je, zo oprecht. Iemand die uit zichzelf zegt, ondanks dat je me bijna niet kent, in de eerste week kom mee, ga bij mij thuis eten. Nou, dan weet je, dan vind ik wel dat ik heel veel dingen ook van je kan accepteren. Maar jij wilde eigenlijk allebei, dus jij wilde het mooie van het voetbal bestaan. Ja. Maar je wilde je niet door iemand laten vertellen hoe je je leven moest leiden. Nee. Nou, en misschien ook gewoon niet accepteren dat het gewoon eigenlijk niet samen gaat. Het gaat ook niet samen. Nee. Nee. Maar toch leidde dat op een gegeven moment toe dat je best heel ongelukkig was. Hoe ben je eruit gekomen? Ja, op een gegeven moment toch gewoon veel eruit gooien, weet je. Met mensen erover. Ik zit gewoon echt niet lekker in mijn vel. En, weet je. Er zijn bepaalde mensen die wel die daar een goed antwoord op kunnen geven. Weet je, je kan ook iemand zeggen, ik zit niet lekker in mijn vel. En dan krijg je het hoor, ik klote voor je man. Fijne dag verder nog. Moet je daarmee, weet je. Dus zo leer je mensen ook weer nog beter kennen, toch. En je moet niks van mensen verwachten. Ja. En daarom uiteindelijk ging ik gewoon beseffen. Je moet jezelf gewoon uit deze put trekken en doorgaan. Zat je toen wel in Nederland? Nee. Ja, ook. Ik heb ook het was ook een stukje in Nederland, maar... ik ben nog heel veel weg geweest, toch? Tussendoor, ik heb met mijn ex ben ik toen heel veel op vakantie geweest. Dubai, noem maar op. Weet je, dat ging ook niet lekker. Nou, we hadden toen hele leuke plannen. En die kreeg een miskraam. En toen hebben we eigenlijk besloten om... dat werkte ook niet meer. Zo bleef ik maar tegen dingen aanlopen. En ik had best wel moeite. Hoe ga je met tegenslag om? En bij mij was het vaak... als ik iets te voortduren krijg, weer een tegenslag, weet je, dan denk ik weer... Dat je er bijna een beetje cynisch van wordt of zo. Ja, voor mij was het van, ik moet dat gevoel, ik moet het ergens kwijt, weet je. Of dat nou met sport was, of ik in de avond weer lekker even een paar glaasjes zat te drinken, waardoor ik me weer lekker wat ontspannen voelde, weet je. En zo nu en dan rookte ik vroeger ook wel, weet je. Dus dat gaf me ook wel een beetje die ontspanning. Ja. En als je dan mensen hebt die constant zeggen en niet doen en weet je. Soms werkte dat juist averechts. Yes. Want je had het soms gewoon echt even nodig. Ja, voor mijn gevoel wel. Je hebt het eigenlijk niet nodig. Nee, maar goed, dat weet je. Maar soms op zo'n moment heb je het wel nodig, blijkbaar. Dan doe ik het gewoon. Ja. Ondanks dat ik eigenlijk weet wat de consequenties zijn, weet je. Ja, dat is ook het grappige, dat ik sinds ik voetballers veel spreek, ik had altijd zo'n romantisch beeld bij voetballers. Zo van het mooiste leven ter wereld en al die stadions. En
Maar stiekem is het best wel zwaar voor veel om altijd maar die discipline op te brengen. Je bent soms ook eenzaam in verre landen. Het is altijd niet alleen maar fantastisch. Is het ook niet, nee. En tuurlijk, weet je, als je heel veel mooie momenten meemaakt, dan voel je goed en dan, weet je, natuurlijk voelt het allemaal net wat makkelijker en beter. Maar momenten dat je ook niet lekker in je vel zit en toch door al die bullshit heen moet, moet vandaag toch weer twee keer trainen. Nou, op een gegeven moment kregen we bij Ajax ook kreeg ik met Eriksen, dan kregen we Joost Hazes. Het heeft volgens mij en dan kregen we extra krachttraining of hem. Dus dat betekende dat we op maandag en dinsdag drie keer moesten trainen, dus in totaal 6 keer. Nou, ik kon niet meer. En toen heb ik afgebeld. Ik zei, ik heb Frank gebeld, Frank de Boer. Ik zei van, de treinen rijden niet, dus ik kan het niet. Ik was helemaal kapot. Frank naar NS.nl. Ik kan weer doorslapen. Hij zegt, is goed jongen. En hij naar NS bellen. Is hij erachter gekomen dat... Alles gewoon reed. Ja. En toen zei hij van, ja jongen, als je gewoon zegt dat je helemaal kapot was, dan had ik het begrepen. En had je gewoon thuis kunnen blijven. Ja, maar ik heb wel de indruk, we kwamen hier aan, de eigenaar van de sportschool ontving ons heel hartelijk. Ja. Ik heb wel het idee dat je het hier naar je zin hebt. Absoluut. Weet je, het is ook wel iets met sport. Nou, er komt weer een cliënt langs. Het is toch wel weer iets met sport, weet je. En ik hou daar wel echt van, weet je. Mensen stimuleren, mensen verder brengen. En ik weet wat je daarvoor nodig hebt. Weet je, ook al heb ik niet alles eruit gehaald vroeger. Ik weet wel wat je moet doen. Je weet wat het vraagt ook vooral. En het is niet alleen voor topsporters of het zijn ook mensen in hun dagelijkse leven. Zeker. Weet je, de mensen in hun dagelijkse leven moeten ook naar hun werk, weet je. Je moet ook naar je werk, jij ook. Ja. En je hebt het ook niet altijd even fijn misschien op je werk, weet je. Nee. Dus Nee, met name de momenten in de bus. Voor de normale sporter wil ik het ook zo zo leuk mogelijk maken vooral. Dus als wij straks terugkomen en mensen vragen aan ons, hoe ging het met Lorenzo? Kan ik volgens mij zeggen dat het wel weer goed gaat, toch? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Tijd voor tijdrekken. Het kampioensfeestje in Servië of het kampioensfeestje in Cyprus? Hij moet even diep graven hoe dat er ook weer aan toe ging. Ja, hoe dat eruit zag. Hoe zag dat eruit? Ja, of in Amsterdam misschien. Ik weet hoe het in Cyprus uitzag, maar ik weet niet meer. Ja, dan ga ik toch van Cyprus, want ik weet niet meer zo goed in Servië eruit. Maar was dat gekhuis? Volgens mij gingen ze op een tank. En, op een tank? Ja. Ik kan me niet eens goed herinneren. Maar Amsterdam was mooi. Ja, dan Amsterdam sowieso, ja. Ja, toen met wie was het ook Dantje, weer dat je toen met de kookie. Ja. De afwijzing van AZ heeft mij extra gemotiveerd om te slagen als profvoetballer. Niet echt. Frank de Boer is de beste trainer die ik ooit heb gehad. Ja. En niet alleen omdat hij een goede trainer was. Maar als mens was hij ook gewoon echt... hij wist precies wat hij deed. En hij snapte ik was jou toch wel. Wel een lastige speler. Om het maar zo te zeggen. Ja. Weet je, dan mag je zelf een invulling geven. Maar hij wist heel goed hoe hij daarmee om moest gaan. Wat ik wel bijzonder vind van Frank de Boer, dat hij hoorde dat je naar dat vechtgala was geweest en dat hij gewoon wel opstelde. Ja, maar dat is weer een beetje die ervaring van hem. En weet je, hij weet hoe hij daar om mee moet gaan. Ik ben een jongen die net, ik was 18 of net 19. Ja. Weet je. Ja. Echt nog een kind. Ja, hij zei, wilde me die kans ook niet ontnemen, weet je. Dus nee. Hij zei, het kan niet, maar goed. Hij zegt, zorg maar dat... Zorg maar dat je het wapen was. Geen kampioen waren en toen was je wel gemotiveerd. Ja, sowieso. Ja. Ik zei, niemand hoef je daarvoor te motiveren. Nee. Maar als jullie toen niet kampioen waren geworden, had je die echt... Ik wil niet eens aan denken. Ik had meer uit mijn carrière kunnen halen als ik voor de sport had geleefd. Ja, tuurlijk, maar dat kan iedereen. Ja. Wesley Sneijder is klaar voor het werk als trainer. Wesley is een slimme jongen. Weet je, en of hij er klaar voor is, ik denk niet dat je dat aan mij moet vragen. Nee, dat snap ik. Ik vind het een topgozer, maar je moet niet aan mij vragen of hij... Sprak je hem veel vorig jaar bij DHC? Ja, tuurlijk. Ja. Rodney, ik heb met zijn broertje gespeeld en weet je, gewoon, met hem had ik gewoon een goede band in de jeugd. En ik kwam wel eens bij Rodney thuis. En je maakt er super van mee, ja. Ja, mooi. Een Rolex of een Casio? Helemaal niets, lieve. Nee. De raarste gewoonte in Japan, vind ik. Raarste gewoonte in Japan. Ja, het is, ik vind gewoon dat ze af en toe van die rare dingen eten. Maar voor de rest, prima niet, mensen. Meer dan anders. Beetje rustig. Ja. Personal trainer of voetbaltrainer?
Ja, ik doe het nu beide. Maar ik denk dat als ik me als personal trainer nog meer kan het, of ja, nog beter gaan ontwikkelen zometeen. Weet je, met de hulp van Patrick, dan zie ik me wel echt als personal trainer, performance coach. En, dus meer in het voetbal, ja, maar dan wel op die manier. Ja. En de laatste. De beste speler met wie ik ooit heb gespeeld is? De beste speler waarmee ik ooit gespeeld heb? Potverdorie, wat vraag je me nou? Lastig. We moeten die hele lijst af gaan spelen. Ja, weet je wat, zijn er nogal wat. Ik heb het sowieso niet. Ik hield vanzelf voetballen, maar ja. Je was niet naast zo voetbal, bezig. Ik denk er totaal niet echt zo over na, weet je. Nee. Daarom mij moet je ook niet te veel tactische dingen zeggen. Tuurlijk begrijp ik het, maar als ik tactische dingen hoor en dan krijg je al gelijk storing. Dan weet je. Ja, echt, dat is echt zo. Maar hoe deed je dat dan bij een wedstrijdbespreking of zo? Ja, je moet wel, weet je. En dan was het. Ik kreeg een uitleg en dan was Lorenzo van, moest je het gaan uitleggen, weet je. En ik dacht echt van, soms wist ik het niet. Dan zei ik maar wat, weet je. Maar soms weet je het wel. Maar je hebt gewoon liever niet dat de trainer constant aan jou vraagt. En Lorenzo, vertel maar. Weet je, dat ik liever niet. Moest je even gaan uitleggen hoe jullie druk zouden gaan zetten? Ja, tactisch was ik niet de sterkste, weet je. Ik was sowieso iemand, ik deed heel veel op gevoel en, ja. Ja. Maar je hebt niemand in al die jaren waar je mee gespeeld hebt waarvan je denkt, ja, die was echt op de trainingen gewoon next level. En Elhamdoui was echt goed, ja, in die kleine partijtjes, 4 tegen 4. En ja, je moest niet gek bij hem instappen of zo, want dan kwam die wel even. Ging hij door je benen? Ja, maar ik was misschien de enige waarbij hij gewoon wel echt rustig was, weet je. Gaf ik hem een tikkie van achter, kwam ik hard aan, keek je zo naar achter, zo van, zag je dat ik het was? Dus oké. Okay. Ja, zo. Ja. Mooi. Dat waren de vragen. Top. Dankjewel voor je tijd. Dank jullie wel voor het hierheen komen. Ja, en heel veel succes. Dankjewel. We gaan het allemaal in de gaten houden. Zeker doen. Ja. Niet te mysterieus, hè? Nee, komt goed. Thanks. Dankjewel. Yes.